We lopen hier langs de wallen van Brielle. Prachtig om te wandelen. En daarbovenop zie je een klein oranje dak. Dat is het Kruithuis. En daar gaan we even naartoe wandelen. Het is hier rond 1650 gebouwd. Om dat precies te weten kunnen we even op de kaart kijken. We zien de kaart van blauw. En als we daar inzoomen, die is van ongeveer 1640. En dan zie je dat er nog niks aanwezig is, rechtsonder. Maar op de kaart van Tirion, dan zie je links bovenaan, daar zie je het Kruithuis al gebouwd. Maar dat is wel een eeuw later. Het werd gebouwd in de tijd dat in het hartje van Delft een enorme ontploffing was. Daar vloog het Kruithuis met ongeveer 45.000 kilo buskruid in één klap de lucht in. Honderden doden in het hartje van de stad van Delft. De donderslag van Delft wordt dat genoemd. Nou, dat wilden we hier natuurlijk niet hebben. En daarom is het Kruithuis aan de buitenkant gebouwd. Je ziet wel dat er hele dikke muren zijn versterkt. Het dak is een stuk lichter als je erin bent. Of het die klap, als het zou ontploffen, zou kunnen houden. Ik heb mijn twijfels, maar ik ben natuurlijk geen ontploffingsdeskundige. Wat ik wel weet is dat er een prachtig 1 april museum in dit Kruithuis nu is. En dat is te bezoeken.